Hallo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Budget Beesten. En in deze aflevering ga ik een Nederlandse speler behandelen, omdat we natuurlijk vanavond Nederland tegen Spanje hebben en ook nog eens een speler onder de 21. Natuurlijk heb ik het over de speler die mid speelt, het is Jorginho Wijnaldum. Hij is een van mijn favoriete center mid slash center attacking mid in het hele spel, want hij is zo verschrikkelijk goed. En zelfs al speel ik hem op 8 chemistry. Hij heeft 36 pace, 71 shooting, 65 passing, 37 dribbling en 72 heading. Dus ondanks zijn lengte kan hij nog steeds super goed koppen, aangezien hij best wel hoge jumping heeft. Hij heeft 11 goals weten te scoren in 10 wedstrijden, hij kost mij 500 coins en hij heeft 5 sterren weak foot. En zoals ik al iedere aflevering zo'n beetje zeg, spelers met 5 sterren weak foot hebben gewoon zo'n verschrikkelijk goed schot. Bijna iedere speler met 5 sterren weak foot kan ik zo goed meespelen. Dus ik kan gewoon met zijn linker en met zijn rechter gewoon kanonskogels afschieten. Hij heeft ook nog eens 4 sterren skill moves, wat betekent dat hij natuurlijk roulettes kan doen, dat hij rainbows kan doen, bijna iedere skill move. En hij speelt voor PSV in de Eredivisie, dus we gaan nu eens kijken naar zijn status op de trading market. En daarna volgen natuurlijk een paar stats van de spelers, terwijl je wat gameplay van hem ziet. De center attacking mid, gold, Netherlands, Eredivisie, PSV, Bunnermismen Price, 1000 coins. We gaan eens kijken hoeveel wij er kunnen vinden. En zoals je kan zien, kunnen wij eigenlijk zo'n beetje door de pagina's heen scrollen. Op verschillende formaties kun je waarschijnlijk onder de 1000 coins oppikken. Ik zag net zelfs eentje van 4 en 2 en 2. Dus ja, we gaan eerst kijken naar wat gameplay. En dan zal ik natuurlijk wat stats met hem bespreken. Dus hij heeft 35 acceleration en 36 sprint speed. En nog een van de redenen is zo bij Wijnaldum dat in zijn eerste paar meters heeft hij soort van speed burst. Waardoor het lijkt alsof hij gewoon op 300% snelheid rent in zijn eerste paar meters. Wat natuurlijk heel fijn is om van je directe tegenstander weg te sprinten. Hij heeft high medium work rate, wat betekent dat hij best wel veel loopacties maakt. En vooral op de aanvallende zijde van het veld te vinden is. Hij heeft 36 ball control en 37 dribbling. Dus voor een 76 algemeen is dat echt ziek goed. En je voelt het ook, want daarom kan hij dus ook super goed skillen. Hij heeft flare trade, wat betekent dat je met hem Rabonas kan doen. En over het algemeen probeert hij gewoon zoveel mogelijk mooie schoten te lozen. En zijn finesse shot is zo verschrikkelijk goed. Ik heb er zoveel gescoord. Zal je waarschijnlijk ook allemaal in de voorbeeldjes zien. Want ik heb best wel een aantal goals met hem weten te scoren. Want van die 11 goals waren er in 10 games waren er ongeveer 6 rage quits. Anders had ik waarschijnlijk een dubbele gescoord. Want hij scoort zoveel, zelfs op die mid-positie. Moet je nagaan als je hem op spits zet. Want vroeger, voordat de Team of the Season uit was, kon ik gewoon altijd spelen met Mertens, met Lens en dan met Wijnaldum op de spits. En dat was een van de beste volgroutes die je maar kan wensen. Want Wijnaldum speelde steeds super goed op spits. Waarschijnlijk een van de beste center attacking mids op spits die je maar kan vinden op eigenlijk hier op FIFA Ultimate Team. Dus dat is het einde van de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik raad zeker aan deze speler een keer uitproberen. Natuurlijk omdat het een Nederlandse speler is. Ik hoop dat Nederland vanavond ook gaat winnen tegen Spanje. Maar als je de video leuk vond, geef dan niet een leuke beoordeling te geven, want het helpt me enorm. Abonneer als je niet geabonneerd bent en dan tot de volgende keer. En zoals op de Brabant zeggen, houdoe.